Nijntje en Aagje zijn in de speeltuin. Ze zijn samen aan het wipwappen. Ze lachen en gaan op en neer, op en neer. Daar komt Snuffy de speeltuin in rennen. Ze kwispelt met haar staart en blaft vrolijk. Kijk, Nijntje, zegt Aagje. Snuffy wil ook op de wip. Nee, Snuffy, zegt Nijntje. De wip is niet voor hondjes. Straks val jij nog af. Maar je mag er wel omheen rennen. Nijntje en Aagje zijn uitgespeeld op de wip en ze lopen naar de draaimolen. Ze zetten af met hun voeten en de draaimolen draait rondjes. Sneller en sneller. Snuffy rent eromheen. Rond en rond. En ze kwispelt en blaft vrolijk. Kijk, Nijntje, zegt Aagje terwijl ze rondjes draaien. Snuffy wil ook op de draaimolen. Nee, Snuffy, zegt Nijntje. De draaimolen is wel leuk voor ons, maar jij zou er afvallen en jezelf pijn doen. De draaimolen is niet voor hondjes, maar je mag er wel omheen rennen. Dan gaat de draaimolen langzamer. Nijntje en Aagje zijn er een beetje duizelig van. Snuffy wil nog steeds spelen. Ze klimt bijna helemaal naar boven op de glijbaan. Maar ze kan zich niet vasthouden aan de trap en valt op de grond. Oh, zegt Nijntje, heb je je pijn gedaan, Snuffy? Een glijbaan is niet voor hondjes. Je moet echt heel voorzichtig zijn in een speeltuin. Kom, we gaan even zitten, zegt Aagje. Ze gaan zitten op een bankje en eten de koekjes op die ze van hun moeder hebben meegekregen. Hier, Snuffy, een lekker koekje, zegt Nijntje. Hondjes kunnen wel koekjes eten. Nijntje en Aagje lachen. Ze willen niet dat Snuffy verdrietig is omdat ze niet mee kan spelen. Wacht hier maar, Snuffy. Dan gaan Aagje en ik op de glijbaan. Nijntje klimt naar boven en glijdt lachend weer naar beneden. Dan klimt Aagje naar boven en glijdt ook naar beneden. Ze moet ook lachen. En terwijl ze lachen, klimt Snuffy ook naar boven op de glijbaan, zonder te vallen. Nee, Snuffy, roept Nijntje. Pas op, Snuffy, de glijbaan is niet voor hondjes. Maar Snuffy gaat bovenaan de glijbaan zitten en glijdt keurig naar beneden. Ze landt zachtjes op het zand onderaan de glijbaan. Roept Aagje. Hoera, roept Nijntje. Wat ben jij toch een knap hondje, Snuffy. Het is een mooie winterdag. Nijntje ligt te slapen in haar warme bed als de zon opkomt. Nijntje wordt wakker van het geluid van een fluitende vogel vlak bij haar raam. Wat zingt die vogel mooi, denkt Nijntje. Ze is vast zo vrolijk omdat er sneeuw ligt. Ik wil ook naar buiten toe. Nijntje trekt snel haar warme jas aan, doet haar sjaal om en gaat naar buiten om in de verse witte sneeuw te spelen. De vogel zit nog steeds in Nijntjes tuin.
Wat een vrolijke vogel, denkt Nijntje weer. Ze pakt haar slee. Geeft de slee een duwtje en springt erop. Ze vindt het heerlijk om over de verse witte sneeuw te sleeën. Nijntje hoort de vogel nog steeds even hard fluiten. En als ze achterom kijkt, ziet ze dat de vogel achter haar aanhopt. Die vogel houdt ook van de sneeuw, denkt Nijntje. Ze hopt steeds met me mee. Maar nu moet Nijntje naar binnen om te ontbijten. Ze draait haar slee om en trekt hem mee. Maar als ze dat doet, draait de vogel ook om en hopt weer achter haar aan. Die vogel vindt mij leuk, denkt Nijntje. Ze hopt steeds achter me aan en fluit liedjes voor mij. Dan roept Nijntjes moeder. Opschieten, Nijntje. Je hebt geen tijd om lang te spelen. Je moet naar school. Kom gauw eten. Als Nijntje haar ontbijt op heeft, is de vogel er nog steeds. Ze zit op de vensterbank. En als Nijntje naar school toe loopt, vliegt de vogel met haar mee. Helemaal naar school. Wil je ook naar school, vogeltje? Vraagt Nijntje. Je kan al heel mooi zingen. Nijntje vindt het grappig dat de vogel bij haar blijft en steeds blijft fluiten. Zelfs als ze in de klas zit, ziet ze de vogel buiten bij het raam zitten. In de pauze gaan alle kinderen buiten in de sneeuw spelen. En ze vinden het allemaal leuk om het vogeltje in de sneeuw te zien hoppen. Nina zegt: Volgens mij wil het vogeltje ons iets vertellen, Nijntje. Ja, zegt Nijntje. Ze volgt me al de hele dag en blijft maar fluiten. Misschien heeft ze wel honger, zegt Nina. Oh, zegt Nijntje. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Door de sneeuw is er buiten niets meer te eten voor de vogels. Nijntje voelt zich rot. Dat is dom, zegt ze. Ik had moeten weten dat de vogel honger heeft. Ze rent naar binnen en pakt het broodzakje met haar middageten. Ze haalt er een boterham uit en legt wat kruimeltjes bovenop de sneeuw. Het vogeltje gaat er meteen op af en eet alle kruimels op. Dan fladdert ze met haar vleugels en vliegt ze weg. De volgende ochtend als Nijntje wakker wordt, is de vogel er weer. Maar nu weet Nijntje precies wat ze moet doen. Nijntjes liefste knuffel is haar gele beer. Die mag ook altijd bij haar in bed. Als ze op een dag wakker wordt, is hij weg. Hij ligt niet onder de deken waar hij hoort. Dan kijkt ze onder haar bed. En daar ligt hij. Je bent nu al zo'n grote beer, zegt Nijntje. Misschien moet je een eigen bedje hebben waar je niet uit kan vallen. Ik zal Boris vragen of hij een bed voor je wil maken. Kom, we gaan naar hem toe. Nijntje pakt haar beer en samen met Snuffy loopt ze door het bos naar het huis van Boris. Dag Nijntje, dag Snuffy, zegt Boris. Het is fijn om jullie te zien. En ik zie dat jullie nog een vriendje meegenomen hebben. Dit is mijn beer en hij heeft een eigen bed nodig. Vannacht is hij uit mijn bed gevallen, want dat is te groot voor hem. Natuurlijk, zegt Boris. Hij moet ook een eigen bed hebben. Ik ga er een voor hem maken in mijn werkplaats. Boris begint een bedje voor de beer van Nijntje te maken. Nijntje helpt hem door het gereedschap aan te geven. En Snuffy helpt ook door de plankjes aan te geven. Met z'n drieën is het zo gepiept. Het is een mooi bedje, Boris, zegt Nijntje. Dank je wel dat je het voor mijn beer gemaakt hebt.
Het is toch wel veel werk geweest en Nijntje is moe. Dan hoort ze... Het is vader Pluis. Barbara heeft hem gebeld en gevraagd of hij Nijntje en Snuffy ophaalt. Kijk vader, roept Nijntje. Boris heeft een mooi bedje voor mijn bier gemaakt. Dat is knap van Boris, zegt vader Pluis. Heb je hem ervoor bedankt? Ja hoor, zegt Boris. Nijntje heeft me heel lief bedankt. Ik vond het leuk om het bedje te maken. Dan gaan ze naar huis met de auto van vader Pluis. Vader zet voorzichtig het bedje op de achterbank en legt de beer erin. Snuffy springt ernaast en Nijntje stapt ook in. Ze zwaaien nog even naar Boris en Barbara en rijden dan weg. Nijntje is erg moe na zo'n spannende dag en het harde werken. Ze valt al snel in slaap. Ook al is de weg hobbelig. Als ze een hoek omgaan, rijdt de auto over een grote hobbel en vliegt de beer uit de auto. Nijntje slaapt en vader is druk bezig met sturen. Hij ziet niet eens dat de beer weg is. Wanneer ze thuiskomen, springt Snuffy uit de auto en rent zo snel als ze kan weg. Nijntje kijkt op de achterbank en ziet dat het bedje leeg is. Waar is haar beer? Ze begint te huilen. Oh, beer is verdwaald in het bos. Ik zal hem nooit meer zien. Nijntjes vader is ook bezorgd. Ik denk dat het erg moeilijk is om je beer terug te vinden in het grote bos. En waar is Snuffy? Zij is ook al weg, zegt Nijntje. Dan horen ze plotseling geblaf. Ze kijken achterom en zien Snuffy aankomen rennen uit het bos. Kijk, Nijntje, roept vader blij. Snuffy heeft je beer gevonden. Nijntje is zo blij, ze aait Snuffy. Jij bent zo'n lief hondje. Wat ben jij toch een goede vriend. Op een mooie zomerdag legt Boris Beer stenen in een kring. Hij wil een kampvuur maken en Barbara verrassen met een picknick op de berg. Als hij klaar is met de stenen, gaat hij het bos in om hout te zoeken voor het vuur. Op hetzelfde moment zegt Betje tegen haar nichtje Knorretje. Het is zo'n mooie dag. Zullen we gaan picknicken op de berg? Ja, leuk, zegt Knorretje. Laten we veel wortels meenemen. Intussen hebben moeder en vader Pluis precies hetzelfde idee. Wat een lekker weer, zegt Nijntjes moeder. We kunnen wel op de berg gaan picknicken. Hoi, hoi, zegt Nijntje. Ik ben dol op picknicken. Zullen we tante Trein ook meevragen? Ja, dat doen we, zegt vader Pluis. En tante Trein bakt altijd van die lekkere taarten en koekjes. En zo zijn alle vrienden van plan te gaan picknicken, maar niemand weet het van elkaar. Boris komt terug uit het bos met zijn armen vol met hout. Hij legt het hout midden in de kring van stenen. Voor ik vuur maak, ga ik eerst Barbara halen, denkt hij. Ze zal blij zijn als ik haar verras met een picknick. Als Boris weggaat, komen Betje en Knorretje net aan boven op de berg. Ze zoeken een goede plek om te picknicken. Kijk, zegt Knorretje, dit is een goede plek, want daar liggen al stenen en hout voor een kampvuur. Kunnen we dat gebruiken? Ik weet het niet, Knorretje, zegt Betje. Ik denk dat het van iemand anders is. Maar dan zien ze Nijntje en haar ouders de berg opkomen. Ze dragen een grote picknickmand. Kijk, tante Trein en Snuffy zijn er ook bij. Zij hebben vast deze plek gemaakt voor het kampvuur. Oh, kijk, zegt moeder Pluis. Betje en Knorretje zijn er ook. En ze hebben alvast een plek voor het vuur gemaakt. Mogen we meedoen?
vraagt Nijntje. Natuurlijk, zegt Betje. Het is tenslotte jullie kampvuur. Nee hoor, zegt vader Pluis. Het is niet van ons. Maar van wie is het dan? Vraagt Betje. Boris is intussen thuisgekomen. 'S Ochtends heeft hij al stiekem allemaal lekkere dingen voor de picknick ingepakt en in zijn werkplaats verstopt. Nu komt hij de picknickmand ophalen. Barbara, ik heb een verrassing voor je. We gaan picknicken. Kom maar mee. Boris en Barbara wandelen de berg op. Ze horen allemaal stemmen. Wat een leuke verrassing, Boris, zegt Barbara. Je hebt al onze vrienden uitgenodigd om op deze mooie dag samen te picknicken. Boris lacht een beetje en zegt: Welkom allemaal op onze picknick. Nu ga ik het vuur aansteken. Aha, zegt vader Pluis. Aha, zegt Betje. Aha, zegt Nijntje. Dus jij had deze plek gemaakt voor het kampvuur, Boris, zegt tante Trijn. Wees je voorzichtig als je het vuur aansteekt. Natuurlijk, zegt Boris lachend. Ze gaan met z'n allen rond het kampvuur zitten en genieten van een heerlijke picknick op deze mooie dag. Betje Big loopt langs het huis van Nijntje. Ze trekt een kar waarop een grote kerstboom ligt met een pot. Goedemorgen, Betje, zegt Nijntje. Hoe kom jij aan die mooie boom? Die heb ik van Boris gekregen, Nijntje, zegt Betje. Het is bijna kerst en ik had hem gevraagd of hij een mooie boom voor me had. Wat een goed idee, denkt Nijntje. Wij hebben ook een kerstboom nodig. Nijntje gaat naar binnen. Ze vraagt aan haar moeder. Mag ik naar het bos om met Boris een kerstboom uit te zoeken? Ja, Nijntje, maar ben je wel op tijd thuis voor het eten? Daar gaat Nijntje. Ze loopt eerst het veld over en dan het bos in. Als ze bij Boris en Barbara aankomt, zijn ze al bezig om hun eigen boom te versieren voor kerstmis. Dag Boris, zegt Nijntje. Alvast een vrolijk kerstfeest voor jou en Barbara. Ik wil je vragen of je een mooie boom hebt voor ons. Ja hoor, zegt Boris. Maar ik mag geen boom omhakken. Ik kan er wel eentje uitgraven en hem in een pot doen. Dan blijft de boom in leven en kan hij het volgend jaar weer gebruikt worden. Ze gaan het bos in en ze zien een heleboel mooie bomen. Nijntje ziet daar eentje die heel mooi is. Maar ik denk dat deze te groot is voor ons huis. Wat vind je van die leuke kleine daar? Nee, die is te klein. Al onze kerstversieringen passen niet in zo'n klein boompje. Dan wijst Boris naar een middelgrote boom. Denk je dat deze goed is? Vraagt hij. Ja, zegt Nijntje. Die is mooi. Wil je die voor me uitgraven alsjeblieft? Dus graaft Boris de boom uit. En hij let erop dat hij de wortels niet beschadigt. Ik zal hem morgen bij jullie thuis brengen, zegt hij. Nijntje is net op tijd thuis voor het eten en ze vertelt haar moeder over de mooie boom die Boris kon brengen. De volgende avond versieren Nijntje en haar vader en moeder de boom. Hij wordt prachtig met allemaal mooie lichtjes. De volgende dag gaat Nijntje naar school en Snuffie rent met haar mee. Als ze op school aankomen, staat Boris met een hele grote boom voor de school. Dag Nijntje, zegt Boris. Dit is de boom die te groot was voor jullie huis. Maar hij past wel heel goed bij jouw school. De juf en alle kinderen zijn erg blij met zo'n mooie boom voor hun school.
Alle kinderen gaan meteen aan de slag om mooie versieringen te maken voor de kerstboom. Het wordt heel erg mooi. Dan klopt Boris op het raam. Ik heb nog een verrassing voor je, Nijntje. Ik heb ook de kleine boom meegebracht. Die lijkt me precies goed voor Snuffy. Wat leuk, zegt Nijntje. Snuffy's eigen speciale kerstboom voor bij haar hondenhok. Alle kinderen zijn blij met de grote boom op school. Met kerstmis zijn Nijntje en haar ouders blij met de middelgrote boom. En Snuffy is erg blij met haar eigen kleine boompje. Nijntje, Nijntje, kom erbij. Met jouw vriendjes reuze blij. Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk op.